zag ik inderdaad allemaal Rocket League video's staan. Die Dylan verborgen had gezet. Dus allemaal Rocket League video's van Dylan stonden inderdaad verborgen met bepaalde doelpunten, wat dan ook. En ik ging dus verder kijken voor de My Little Pony video's. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van de Murder Mystery. We gaan vandaag lekker spelen. Heb jij er zin in? Klik alvast even op dat duimpje omhoog. Ben je nieuw? Abonneer. Welkom. Ik ben vandaag als eerste rol de detective rol. We gaan eens even kijken wat we ermee kunnen doen. Ik ga natuurlijk mijn best doen om natuurlijk te winnen. Zoals we natuurlijk gisteren zeiden in de Hypixel voetbalvideo, zijn we natuurlijk bij de 500 likes. Gooi ik Dylan zijn My Little Pony video's online. Die video heeft inmiddels meer dan 800 fucking likes. Wat echt fucking episch is. Terwijl iemand al zegt wie de murderer is. We gaan eens even kijken. Even snel wat de skin is. Iets met rood. Oké, toppie. Gaan we daarop hunten. Meer dan 800 likes. Fucking episch. Wil je me ook supporten natuurlijk op deze video. Mensen, klik gewoon even allemaal meteen die like. Als jullie ook bij die video hebben gedaan. Dankjewel alvast natuurlijk. Kijken of je ook gewoon dik 800 plus likes kunt halen. Like, why not? Maar ik heb tegelijkertijd ook slecht nieuws. Ik heb namelijk Dylan gehackt. En ik heb gekeken op Dylan zijn YouTube-account. Tussen al zijn video's wat dat betreft, waar deze gele hem trouwens is. Hoppatee. Ik heb gekeken tussen al zijn video's en alles erop en eraan. Ik ben al die pagina's lang gegaan en ik heb gekeken welke video's van hem zijn allemaal verborgen. Wat dan ook allemaal natuurlijk. En tot mijn grote verbazing zag ik inderdaad allemaal Rocket League video's staan. Die Dylan verborgen had gezet. Dus allemaal Rocket League video's van Dylan stonden inderdaad verborgen met bepaalde doelpunten, wat dan ook. En ik ging dus verder kijken voor de My Little Pony video's. En tot mijn grote spijt, of nou niet eens spijt, tot mijn grote verbazing en ongenoegen, moet ik toch echt confirmen, mensen, dat er geen My Little Pony video's zijn op Dylan zijn kanaal. Ook niet op de verborgen alles. Ik heb elke pagina afgestruind om te kijken van, wait a second, waar staan die video's? Ik heb gezocht op My Little Pony, alles erop en eraan. Maar nee. Ik kreeg ze gewoon niet te zien, dus sorry daarvoor. Erg jammer natuurlijk dat Dylan er zo mee omgaat, kappa. Maar ik had natuurlijk graag die video's jullie laten zien hoe Dylan natuurlijk lekker My Little Pony aan het spelen was. Maar misschien dat we Dylan wel gewoon kunnen laten spelen, dat we deze video heel veel likes hebben. Dat we gewoon zeggen tegen Dylan van, ja Dylan, we hebben allemaal een like voor jou achtergelaten. Nou moet je My Little Pony spelen. Ik bedoel, maar dan hebben we dus alsnog Dylan die My Little Pony speelt. Nou, dan moeten we hem gewoon maar gewoon tot forceren, kappa. heel slecht dit. Maar goed, we gaan eens even kijken wat we natuurlijk deze game voor de rest ook allemaal nog kunnen doen. Want we willen natuurlijk wel winnen. Ik heb werkelijk maar geen idee wie de murderer kan zijn. Is er überhaupt iemand dood? Volgens mij 1 of 2 mensen zijn pas dood. Dat is niet zoveel. En we hebben al gewonnen. Oké, dan 2 mensen dood. Dan van 1 gewoon zag wie het was en bam, de game is klaar. Nou ja, dan heb je het slecht gedaan. Ik hoop overigens wel dat ik nu eventjes weer een keer de murderer mag zijn. Daar ben ik natuurlijk recentelijk nog geweest. Ik heb natuurlijk ook al net een detective rol gehad. Alleen, ik weet niet, ik vind murderer toch de leukste rol die je kan hebben. Tenzij je natuurlijk innocent bent, je weet hem mogen, je weet dan de murderer. Killers zich ook wel lachen, alleen murderen zijn is toch eventjes dat moment van, yo, ik moet sneaken, als een sneaken motherfucker gewoon iedereen zien te killen. We zijn wederom innocent. Dat betekent dat we ons best moeten doen om een boog te krijgen. Who's the murderer? I don't know if you what? I don't know if you see a knife, say it to me. Dus als we iemand met een mes zien, moeten we het alleen tegen Jonathan zeggen. Tegen niemand anders. Ik bedoel, je bent verder helemaal gewoon alleen. Maar behalve als je het ziet, gewoon alleen tegen Jonathan zeggen. Dus de rest mag het allemaal niet weten, kappa. Ik haat dit zo. Al deze mensen om me heen, zeg maar. En niemand die dan iets doet of wat dan ook. Iedereen kan nu gewoon zijn. Er zijn ook nog geen kills gevallen. Dus ja, zit iemand achter me aan? Nee, dus dat zou betekenen dat ik op zich nog redelijk Gucci ben hier. Oké, we hebben ons eerste stukje gold hier. Is hier nog meer? Oeh, er is een kill gevallen. Net, dat hoorde ik. Komt niemand meteen achter me aan of iets? Oké, top. Hier ligt ook geen lichaam. Nee, oké, dat is fijn. Want dan weet je natuurlijk van, oké, dan is de murderer in de buurt. Maar dat is allemaal nog niet aan de hand. Wat gaat hij doen? Nee, die zit ook zo te kijken van, ben jij de murderer? Nee, ben jij de murderer? Nee, ik ben het niet, jammer genoeg. Wow, waar komt die in één keer vandaan? What the fuck? Oké. Okay. Die was best spooky. Oh, hier zat ook iemand. No. Maar dit is hem niet, want ik hoorde net dus dat tikgeluid. Moet ik even goed onthouden. Dus, ja, maar ja, weet je wat is? Je rent langs zoveel mensen. Je kan ook moeilijk al die skins onthouden. Ja, tenzij jij een fotografisch geheugen hebt, dan zou het misschien lukken. Maar dan nog, ik weet niet. Het is echt in een split seconde van, ben jij het? Ben jij het niet? Oké, okay, nog meer gold. En hier is nog meer gold. Dank u wel.
Ik moet zeggen, de murderer gaat slow. Maar hij heeft natuurlijk nog gewoon 3 minuten de tijd. Dus wat dat betreft, hij heeft alle tijd van de wereld. En wil het waarschijnlijk onopvallend doen. Want je ziet ook echt niemand typen van, hey, dit is de murderer, wat dan ook. Alleen, ja, ik haat dit. Ik haat dit. Hij speelt gewoon goed. En, oh, never mind. Hij is dus wel gezien. En ik denk dat hij zo TNT is ontploft. Want ik hoorde TNT en bam, game gewonnen. Tot nu toe, elke game tot nu toe gewonnen. Wat op zich ook wel logisch is als innocent person. Maar hey, je moet het toch maar even doen. We hebben een 16% murderer kans en een 13% detective kans. You better give me a good roll, Hypixel. You better do. Wedden, mensen? Innocent. Innocent, 100%. Kappa. Hoppa. Ik kan rollen voorspellen. Neem aan dat je 99 van de 100 keer innocent... Nee, oké. 98 keer van de 100 ben je innocent. En 1 keer ben je murderer en 1 keer ben jij detective. Zo is het gewoon. Wat overigens logisch is, terwijl ik hier gewoon al dood kon gaan als iemand daar een zwaard had gehad. Wat ben je aan het doen? Als je heel dreigend op iemand af zou rennen, zouden ze dan... Nou, zouden ze misschien zelfs wel weg gaan rennen voor je. Even kijken, we hebben hier de exit. Ja, ik wil naar huis, jongens, doei. Waar kunnen we überhaupt... Wat, hier ben ik nog nooit geweest. Nou, je kan ook verder geen kant op, je hebt hier alleen... Waarom sta jij in één keer naast mij? Oh, die kwam natuurlijk uit dat ding. Ah, ja. Oké. Okay. Er zijn nog maar 11 innocent. Dat zou moeten betekenen dat er al een aantal mensen dood is. Door iemand zegt... Purple hair murderer. Maar dat is alleen maar met roze haar. Kappa. Ik vertrouw hem denk ik. De man die zit hier voor net in die minecart. Ik vertrouw de persoon denk ik erop. Dat hij dat... Wow. Dan moet ik niet die kant op, right? Of wel? Komt hij dan daar eruit? Of niet? Nee, volgens mij komt hij niet daar eruit. Oké. Okay. Het is wel van lang dus dat ik nu... Even wat gold gaan verzamelen, want ja, ik ga gewoon een pijl op schieten natuurlijk als ik een boog heb. Ga ik niet moeilijk over doen. Ik bedoel, joh, als mensen informatie doorgeven, dan moet ik die gewoon gebruiken. Het gaat nu ook al hard, we leven nog maar 8 mensen. Dus ja. Dat is niet goed. Dit gaat niet de goede kant op deze manier. Hier ligt een beetje gold, dat wil ik hebben, dankjewel. Oké, we hebben inmiddels 5 gold pas, wat? Mag ik dit hebben? 7 gold, oké, top. 8 gold, lekker. 9, oké, nog eentje. En dan kunnen we onszelf in ieder geval een beetje verdedigen. Oké, we kunnen hier ons 10e stukje oppakken. Zo, oké. Dus dan moet die hem zijn. En dat was hem ook nog ook. What the fuck? Waarom... Nou, dit is de meest bizarre kill, Ankers, om zo maar te zeggen. Ik bedoel, deze staat hier gewoon letterlijk zo van... Ik ben de murderer, maar ik doe net alsof ik hier gewoon sta en ik doe niks verder. Maar goed, zal wel. 28% kans op murderer en 14% kans op een detective. Mensen, ik ga het vast zeggen, hè, want ik heb het net ook goed gegokt. Ik ben murderer. Oh man. Ik dacht zo van, hoppatee, ik ben het. Maar nee, ik moet wel zeggen, ik heb wel natuurlijk deze game al wel 2 murderers gekillt. Though. Dus aan de andere kant, hey, het kill murder percentage ligt hoog in dit geval voor mij. Het ligt sowieso gewoon heel hoog, want ik ben niet nog geen één keer vermoord deze aflevering. Dus ik heb een hele hoge moord-KD op de moordenaar. Terwijl de moordenaar overigens al 2 of 3 mensen heeft gekild. Ik weet niet of we een full game hadden, maar... Kunnen we iets zien waar een lichaam ligt? Nee, tot nu toe nog niet. Oké. Okay. Mijn goud. Eyal, lul. Ik zeg altijd, hoe groot is de kans iemand... Ja, dan wacht, is iemand anders met roze haar. Wait a second. Je kan het dus wel gewoon zijn. Fuck. Ik wou zeggen van hoe groot is de kans, hè? Dat je natuurlijk 2 keer achter elkaar bent. Maar ja, dat is heel iemand anders. Dus wat dat betreft, die kans is gewoon aanwezig. Die hebben toy guns gekocht. Dat is ook lachen, maar... Ga ik niet doen. Ik ga toch echt gewoon meteen voor de main bow. Oké, er is weer een moord gevallen. Dat betekent niet hiervoor. Dus hij zit ergens hier in huis of iets. Misschien is deze het zelfs wel. Nee, niet. Oké. Okay. Misschien komt hij ergens van boven of iets, maar er is helemaal geen weg naar boven toe. Wij gaan hier zelf dan maar wel... Veilig naar boven toe. Waarom komt hij achter me aan? Nee. Wait a second. Komt hij ook hier naartoe? Nee, dat doet hij dan weer niet. Oké, goed. Nee, dan is het goed. Ik dacht even, als hij mijn kant op ging, dan weet ik genoeg. Dan moet dat de murderer zijn. Ik zie ook helemaal geen lichamen liggen, joh. Kan ik hier wel nu overheen? Ja, dat kan wel. Ondanks dat ze hier met die straat bezig zijn. Oké, top. Maar ik zie hier voor de rest dus ook helemaal geen lichaam liggen. Ja, maar voor mij gaan er nu mensen ook dood door de straat. En dat geldt dan niet als kill voor de murderer. Volgens mij. All clear, great work guys. The reset of Mark Winston 2. Ja, nee, is goed joh. Oké, welke man... Oké, wacht, hier... Wait a second, hier liggen lijken. Lagen die hier net ook al? Wat gebeurt hier?
Oké, okay, hij wil schieten, maar hij doet het niet. Ik weet niet waarom je dan niet schiet. Oh, wow, wow, wow. Grappie, grappie, grappie. Waarom schiet je op me? Hij heeft ook een boog in zijn handen. Maar goed, een murderer kan ook een boog krijgen, ben ik achtergekomen. Zou ik gewoon een schot gaan wagen, mensen? Zou ik het gewoon doen? Aha. Oh, you're stunned. You can't move. Waarom stun je mij, grap? Hier is dus een... Ik schoot mis, iemand anders schoot raak en daardoor hebben wij wederom een game weten te winnen. Mensen, ik bedank jullie allemaal enorm voor het kijken naar deze aflevering van Murder Mystery. Heb je het leuk gevonden, doe voor allemaal dat duimpje omhoog, ben je nieuw, abonneer, welkom. En mensen, tot de volgende keer.